Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123XL.nl. 123XL.nl. In 1, 2, 3 stappen naar de beste energieoplossing voor thuis. Kijk snel op 123XL.nl. 123XL.nl. Kijkt naar Nieuws en Magazine. Het nieuws uit Den Bosch en omgeving. Woningcorporaties Brabant Wonen, Kleine Meierij en Zayas hebben besloten om dit jaar de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Steeds meer mensen hebben moeite om de maandelijkse woonlasten op te brengen. Door de huurverhoging te matigen worden vooral de huurders met de laagste inkomens ontzien. De grootste groep huurders in deze inkomensgroep krijgt 1% huurverhoging in plaats van de maximale 2,5%. Daarnaast hebben de drie corporaties bewuste keuze gemaakt om de maximale huur op het niveau van 2014 te houden. Dit houdt in dat de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning €699,48 bedraagt. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar tijdens Koningsdag een kinderrommelmarkt georganiseerd in de binnenstad. Er zijn wel wat spelregels waar iedereen zich aan moet houden. De kinderrommelmarkt is uitsluitend bedoeld voor kinderen. Voor volwassenen van 18 jaar en ouder is het niet toegestaan om zonder kinderen hun waren te verkopen. De markt is open tussen 8 en 6 uur. De Bosse GroenLinks-fractie bezoekt dinsdag 21 april een aantal schoolkantines in het voortgezet onderwijs. Op deze dag van de gezonde schoolkantine vraagt GroenLinks aandacht voor het belang van gezond voedsel op scholen. Voor elke kantine brengt GroenLinks een kistje biologische appels mee. Een heilige ibis, een tropische vogel, is maandagmiddag in de binnenstad van Den Bosch gesignaleerd. Het dier werd afgelopen weekend ook al gesignaleerd in de Gement tussen Vught en Den Bosch. De ibis komt normaal voor in Egypte of Irak. De komst van elektronicazaak Mediamarkt naar de Bosse Woonboulevard levert 100 banen op. De winkel opent op donderdag 18 juni de deuren. Mediamarkt moet de nieuwe publiekstrekker worden. Een woordvoerster van de elektronica-keten laat weten dat bijna alle vacatures al zijn ingevuld. Voor 100 vacatures kregen ze meer dan 1000 reacties. En dan het weer. Woensdag wordt een stralende dag. De zon krijgt alle ruimte, er trekken wat vriendelijke wolkjes over. Bij een wind uit het noorden wordt het 16 graden. Er wordt geen regen verwacht. Voor mensen met hooikoorts is het wat minder leuk. In 1, 2, 3 stappen naar de beste energieoplossing voor thuis. Kijk snel op 123XL.nl.